Rob Zomer, na afloop van een wedstrijd tegen Voorholte, de thuiswedstrijd, staat Nieuwkoop met 1 punt. Niet met lege handen, maar ook zonder periodetitel. Niet met lege handen, ook zonder... Ja. Doordenkertje. Ja, even nadenken. Ja, jammer. Ja, jammer. We kwamen al heel snel voor, 2-0. Dat was goed. Goed begonnen. Scherp begonnen. En daarna werd Voorholte wakker. Voorholte bleef voetballen. Wel apart. Dat zie je niet zo vaak met tegenstanders. En die verdiende eigenlijk om de 2-1 te maken. We hadden daar even geen grip op. Het stond eigenlijk niet zo goed bij ons. We hadden nummer 2 bijvoorbeeld, die rechtsback, die heel veel ruimte kreeg om te voetballen. Daar anticipeerden we niet goed op. En het ging zelfs zover dat we zelfs met een 2-2 geconfronteerd werden. Dat was toch wel even schrikken. En hadden we eigenlijk in de eerste helft niet zo'n goed antwoord op, ondanks het hele goede begin. Ja, dus 2-2 natuurlijk was heel slecht natuurlijk. De rust wordt met een 2-2 stand bereikt, want je gaat inderdaad heel snel in die eerste 45 minuten, waar juist het meeste is gebeurd. Terug toch even naar die tweede minuut. Je pakt heel snel die openingsgoal, goede actie, waar je dus direct Voorholte op zijn plaats wijst, zeg maar. Dan zijn er wat kansjes, mogelijkheden van Voorholte, maar toch is Nieuwkoop in staat om die 2-0 al redelijk snel te maken. Ja, is het dan concentratieverlies wat dan toch parten speelt, waardoor eigenlijk aan die rechterkant die Van Dam, die nummer 9 van Voorholte, tweemaal toe zijn kansen benut? Nou, we hebben natuurlijk, kijk, ik vond nog ineens dat we zien je wel eens vaker. Ik ben gisteren bij Utrecht geweest, precies zo. Stond ook met 2-0 voor tegen de Graafschap, gingen ze in één keer achteruit voetballen. Niet meer geen druk meer op tegenstanders en ook verdiend op 2-2 gekomen de Graafschap. Maar dit was gewoon anders, omdat wij dat wel bleven doen, maar we maakten gewoon 2 hele grote fouten. En dat kan ook met voetballen. Hè. Harm Schilperoort speelt gewoon heel erg goed de laatste week. Maar was natuurlijk enorm knullig in de tweede goal, in de tweede tegengoal. Dus ja, dat hoort ook bij voetbal en daar heb je ook mee te maken. En daarmee kunnen ook, daar worden uitslagen ook mee bepaald. Hè, door individuele fouten of individuele klassen. Maar goed, in dit geval was het een minder moment van haar. Ja, dat kan gebeuren. Is dan uiteindelijk de conclusie dat na 90 minuten voetballen Nieuwkoop dus inderdaad dan niet wint, dan geen periodetitel haalt in een thuiswedstrijd en dus ontevreden is? Ja, joh, natuurlijk. Natuurlijk ben ik ontevreden. Als je een tegenstander hebt die beter is en je verliest, dan moet je er vrede mee hebben. Maar in dit geval, wat ik je net aangaf, eerste helft gelijk opgaand, hè, 2-0, 2-2, allebei 22,5 minuten even goed. Ja, tweede helft waren we natuurlijk veel beter en dan is het jammer dat je natuurlijk ook, omdat het best wel druk was voor de mensen, hè, Bosje Bloemen, dat zal het geen 2 weken uithouden. dus dat is jammer, maar goed, vervelend. Vervelend en dat Bosje Bloemen inderdaad, die houden het geen 2 weken uit, want het volgende wat staat pas op het programma, een uitwedstrijd tegen Alphen in Alphen op 31 oktober. Ja, nu het verschil tussen Voorschoten en Nieuwkoop 3 punten. Het is zaak om een enkele punt te halen in Alphen. Makkie. Makkie. Ja, Alphen joh, makkie. Maakt niet uit, joh. Nee. Alphen, dat is gewoon een goede ploeg. Het is gewoon een hele goede ploeg. Goed, wij gaan daar naartoe om niet voor een punt. Wij willen gewoon elke wedstrijd winnen. Hè. Dat willen we ook bij Alphen. En we zullen het wel zien. En Voorschoten moet tegen Voorholte. Nou, we hebben het vandaag gezien. Voorholte is gewoon een goede ploeg. En als we geen eerste periode titel winnen door omstandigheden, dan gaan we gewoon. Er zijn er nog 2 te vergeven.